voor we nu verder gaan met Afro Sportpanorama, heb ik nog even een bericht. Op 8 en 9 september aanstaande is er een televisieopname van Jan Blazers one-man show Bramen zoeken in theater Het Spand in Bussum. De aanvangstijd is 8 uur 's avonds. Toegangskaarten zijn vanaf maandag, dus laat u alstublieft dit weekende Het Spand met rust, verkrijgbaar tussen 12 en 4 uur. Telefoon 021 59 139 49. En dit betreft dus Jan Blazers one-man show Bramen zoeken. Dames en heren, goedenavond en welkom bij deze tweede uitzending van Avro Sportpanorama, die voor een groot gedeelte is gevuld met voetbal. Er werd vandaag gespeeld voor de KNVB-beker en we beginnen daarom even met de uitslagen. Telstar RKC 6-2, Amsterdam DOSC 6-3 na verlenging, RBC Heracles 1-3, De Treffers Den Bosch 1-5, Veendam Noordwijk 2-0, SVV Cambuur 3-4, Amersfoort Wageningen 1-0, ook na verlenging, VVV Cesar 1-0, Heerenveen ACV 3-2, Eindhoven Volendam 0-1 en Vitesse Helmond Sport 2-0. De hoofdmoot van deze pakweg 15 minuten durende uitzending die bestaat uit de Engelse topper tussen Manchester United en Ipswich Town. Een wedstrijd die gespeeld wordt in de derde ronde van de Engelse competitie. Manchester United met Frank Stapleton en Ipswich Town natuurlijk met Frans Thijssen en Arnold Muren. Drie spelers die ongetwijfeld aanstaande woensdag zullen opdraven in de basis van respectievelijk Ierland en Nederland. Manchester United tegen Ipswich Town, u hoort Jos Kuijer. Ipswich Town in witte shirt spelend van links naar rechts en onder de 45.000 toeschouwers op Old Trafford was ook Kees Rijvers. Die kwam kijken naar, zoals genoemd, Arnold Muren, Frans Thijssen en Frank Stapleton.